Ja, ik denk dat het soms als kleiner bedrijf net makkelijker is om aan digital marketing te doen, omdat je een kleinere basis hebt om van te vertrekken en je ook veel meer controle hebt over de verschillende facetten. Mm-hmm. Als wij een campagne willen doen, ja, dan zijn daar verschillende departementen bij betrokken. Dat vraagt heel veel coördinatie, terwijl je... Ik zie dat als ik freelance voor kleinere bedrijven, ja, heb je veel meer zelf onder controle. Ja. Ik denk, wat ik heel vaak zie, is ja, dat er wel aandacht wordt besteed aan, aan de content van de campagnes, maar dat er dan vergeten wordt dat er ook nog een landingspagina achter zit, die voor mij minstens zo belangrijk is als de content binnen je campagnes. En om ook daar, ja, als je de juiste tracking... hebt, dat is ook een hele belangrijke, om die te hebben in eerste instantie, ja. Maar om daar ook naar de juiste cijfers te kijken. Voor een landingspagina bijvoorbeeld moet je niet alleen kijken naar de kliks, maar ook naar de bounce rate, dus welke mensen gaan onmiddellijk terug weg van die landingspagina, hoeveel tijd hebben ze gespendeerd op je website, mm-hmm, ja. Dat toont de kwaliteit van je campagne en van je landingspagina.